Wij zien het echt niet als een bedreiging, omdat Oculus is gewoon aan het experimenteren. En dit is alles behalve een product wat klaar is. Met die Oculus handschoen moet je overal eigenlijk om je helemaal heen heb je die camera's nodig. Dus als ik een kant omdraai, valt het weg. Het geeft aan dat handen belangrijk zijn en cruciaal voor virtual reality. En ik vind het juist goed dat iemand zoals Facebook het laat zien. Kijk, ze laten het in een vorm zien die niet voor een consument betaalbaar is, die eigenlijk ook niet bruikbaar is. Maar het is heel goed dat ze er onderzoek naar doen.